Dit is Forever 49 met Jo de Graaf en Jeroen Smit. Het is een beetje een naam mannetje. De Pauw van de Marga. Hallo, spreek ik met de dierenspeciaalzaak De Pauw? Ja, meneer. Ja, hallo, dag mevrouw. Ik ben op vakantie bij u in de buurt. En we hebben net bij een boswandeling heb ik een hond gevonden. Maar ik ben benieuwd wat die moet eten. Want u verkoopt de hondenvoer toch ook? Ja, zeker. Ja, want u zit in Aartselaar, toch? Ja. Ja. Maar wat voor een hondenvoer heeft u allemaal? Bent u ook specialist op het gebied van honden? Ja, zeker. Wij zijn er zeker gespecialiseerd in. We hebben verschillende soorten voedingen. En het is gewoonlijk natuurlijk, als je een hond gevonden hebt, je moet ook zien. Het kan goed zijn dat die hond gechipt is ook, hè. Dat hij terug naar de eigenaar kan, hè. Gechipt? Ah ja, hier in België is dat allemaal verplicht, hè. Honden en katten, die moeten gechipt staan. En dan, aan de hand van die chip, vinden ze de eigenaar terug. Ja, maar hij maakt ook een heel raar geluid. Want ik heb het idee dat hij heel veel honger heeft ook. Wat zegt u? Wat is die lawaai? Ja, dat maakt die hond. Heeft u enig idee waar... Oei. Wat zegt u? Oei, dat is iets mis mee. Hè. Die zou echt naar een dokter moeten, hoor. Die moet wel echt naar een dierenarts moeten. Ja? Maar hij is nogal wild. Elke keer als ik hem wil aanlijnen, wordt hij heel boos en zo. Kan dat? Zijn dat Belgische wilde honden of zo? Maar nee, meneer, er is gewoon iets mis met die hond. Ofwel heeft die hond pijn of leidt hij aan iets of dergelijke. Die zouden gewoon mee naar een dierenasiel gaan ofwel naar een dierenarts in de buurt gaan zien. Maar hij heeft geen honger, die hond? Wij zijn geen... Ja, natuurlijk, dat kan ook zijn. Dat kan van alles zijn, hè, meneer. Ik kan dan het geluid van een hond niet horen wat hij heeft. Ik ben daar geen specialist in. Ik loop even naar buiten. Moet u luisteren. Dit is wat hij doet. Ja, ik hoor het wel. Maar ik ben daar geen specialist in die geluiden, hoor. Maar u heeft geen idee wat voor een hond dat dan is? Want Nee. En als ik hem nou meeneem? Meneer, aan de hand van een geluid kun je toch niet weten wat voor een hond dat is, alstublieft. Dat gaat toch niet? Oh. Dat kan ik echt... Aan de hand van een geluid kan ik... En ook, trouwens... Als er een dier gevonden is, dan wordt altijd gezien of dat een beste is om daarmee een... Er is een dierenasiel in de buurt van ons. Ja. En die hebben daar ook een apparaatje. En als je gewoon zegt, ik heb die hond gevonden. Ja. Die hebben daar ook een apparaatje. En die kunnen ook zien als hij gechipt is van wiens eigenaar dat is. Ik denk dat dat het beste is, meneer. Want wij kunnen als gewoon... Het klinkt een beetje als een wolf. Ja, dat kan, hè. Dat kan natuurlijk, hè. Maar een hond dat pijn heeft of dergelijke, die doet ook soms zo geluiden, hè. Oh. Dat is precies inderdaad als een wolfgeluid. Ja, dit is een wolfgeluid. Nou dan, oké. Nou, ik kom er zo wel even aan. Ik gooi hem achter in de auto en dan kom ik zo even naar u toe. Ja? Hallo? Een vrouw heeft een wolf. Die denkt wegwezen met... Deze was niet leuk, hè? Hij was wel grappig, hè? Oh, ik denk dat hij ziek is. Het klinkt niet best, zei ze. Het klinkt niet best. Maar het viel me op, zing, meteen op toen ze... Hey, het kwartje viel, het Belgische kwartje. Mooi, zo die van, wolf. Oh, het zou best wel eens een wolf kunnen zijn. Ik ben weg. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. De muziekstroom van je leven op Forever 49. Dit zijn de hits van nu en gisteren. Forever 49.